Goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een aflevering van Sporter in de Klas. Mijn naam is meester Jochem en vandaag gaan wij het hebben over hoe schrijf je een kinderboek. Maar dan denk je van, hoe kan het dan? Het gaat over Sporter in de Klas. Het gaat altijd over sport. Maar natuurlijk gaat het hier ook wel over sport. Want hoe schrijf je een kinderboek? Dat heeft te maken met het thema van ja, wat speelt er allemaal in de sport? Hoe ga je ermee om? En daar gaan we het over hebben met twee sporters. En jawel, twee profvoetballers. En die voetballers heten Wout Brama en Maud Roetgering. En ik moet heel eerlijk zeggen dat er eentje eigenlijk niet helemaal meer een profvoetballer is. Maar dat kunnen we misschien zo meteen wel even vragen, want hij is gestopt. Maar Maud is zeker nog steeds heel erg actief. En ik vind het heel erg leuk dat er vanuit de sport, dus ook buiten de sportvelden, wordt gekeken. En vooral ook om jullie, de leerlingen, te inspireren wat je met voetbal kan doen, wat je ook daarnaast mee kan gaan maken. En ik vind het superleuk dat ze hier zijn om over hun boek te vertellen, maar zeker gaat vast ook nog wel over voetbal. Laten ze het er even bij halen. En ze zijn natuurlijk met z'n tweeën. Goedemorgen. Ja, dit is heel grappig dat het nu even. Kijk, komen ze naar voren. Dat is interessant. Waar zijn ze? Ja, daar zijn ze. Soms gaat er ook wel iets fout, maar als sporter moet je je hoofd koel houden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wout. Maud, welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat superleuk. Hey, we hebben afgesproken dat jullie eerst even een stukje uit jullie boek voorlezen, zodat we er meteen boef induiken. Ja, ga ik vandaag doen. Leuk. Komt-ie. We beginnen meteen bij hoofdstuk 1, dus het begin van het boek. Vandaag wordt de mooiste dag van mijn leven. Wout dribbelde in zijn FIFO-tenue het lege hoofdveld op. Hij tikte de bal opzij. En de mijne, zei Maud. Ze nam de bal aan en wipte hem omhoog. Hooghoudend liep ze verder. Over 2 uur kunnen we kampioen zijn. Het was zaterdag. Zoals elke week waren Wout en Maud veel te vroeg op de club. Konden ze voor een wedstrijd vast een balletje trappen. Kampioen! Wout proefde het woord alsof het zijn lievelingsmaaltje was. Spinazie met een gehaktbal. Lekker! Maud tikte de bal hoog de lucht in. Hop! In 1 keer legde ze de bal dood onder haar voet. Maar dan moeten we wel winnen. Tuurlijk gaan we winnen. Wout keek opzij. Maud was een paar centimeter groter en een jaar ouder. En misschien wel de allerbeste van hun team. Al waren 2 mensen het daar vast niet mee eens. Bulldoze en Freddy, de aanvoerder van hun team. En Maud zelf. Wij gaan winnen, zei Wout. Jij en ik zijn de baas op het middenveld. En jij stoort de winnende penalty. Wedden? Maud kende deze Maud-mompel. Die betekende, ik weet het niet zeker. Maar Wout wist het wel zeker. Tuurlijk, zei hij beslist. Jij bent de penaltykoning van FIFO onder 12-1. En de Panna Queen. Met een snelle beweging tikte Maud de bal opzij. Door Wouts benen. Hoppa, door je stokjes. Die telt niet, ik let er niet op. Altijd opletten, kleintje, grijsde Maud. Kabouter Wout en I'm proud. Met zijn vuist omhoog sloeg hij op zijn borstkas. En trouwens, de allerbeste voetballers waren ook kleintjes. Ineens viel Maud's mond open. Ze wees naar beneden. Of naar de middenstip. De plek waar de middenstip gisteren nog zat, beter gezegd. Daar gaat er nu een groot gat. In de aarde kropen 2 roze wormen. Wat de... stamelde Maud. Waar slaat dit op? Riep Wout. Welke gek heeft dit gedaan? Zo kunnen we toch niet spelen? Hij pakte de bal op en rende richting het terras. 2 brede schouders waren al van ver te zien. Daar stond Bowie. De leukste trainer van heel FIFO. En de beste speler van het eerste elftal. De Hamer was zijn bijnaam. Omdat hij een keiharde verdediger was, met een nog harder schot. Bowie, riep Wout, terwijl ze het terras oprenden. Wacht even. Maud trok aan Wouts arm. Hij staat te bellen. Maar Wout rukte zich los en rende door. Trainer! Bowie keek om. Geschrokken leek wel. Ik bel je later. Moet ophangen, zei hij snel aan de telefoon. En nog sneller stopte hij de telefoon in zijn zak. Tenminste, dat probeerde hij. In zijn haast viel de telefoon er meteen weer uit. Nog net op tijd ving hij hem op, vlak boven de tegels. Bowie! Wout wees naar het veld. De middenstip, die is weg. Spoorloos, zei Maud hijgend. En er zit een gat. Van hier tot Australië, vulde Wout aan. Weg? Bowie krabde aan zijn kin. Dat is vreemd. Dat is zeker vreemd, zei een schelle stem. Naast hen was een vrouw opgedoken. Ze leek ongeveer even oud als Bowie. En die was vorige week 23 geworden. Ze had nepwimpers, een dikke laag make-up, grote gouden oorbellen en een gouden trainingspak met glitters. Wie liep er op zaterdagochtend zo bij op een voetbalclub?
Lang kon Wouter niet over nadenken. Bowie wees naar het hoofdveld. Ik ga checken of het bespeelbaar is. Mout, wil jij vast aan Soenda vragen of er nog een ander veld vrij is? Soenda was de clubmanager. Barman, kok, van alles. Wil jij het vragen, fluisterde Wout in Mouts oor. Op het veld durfde Mout bijna alles. Maar naast het veld durfde ze soms niet eens om een servetje achter de bar te vragen. Wout knikte. Tuurlijk. 5 minuten later was het geregeld. Veld 3. Daar ging het straks gebeuren. De kampioenswedstrijd van FIFO tegen Geel-Rood. En Wout en Mout waren er klaar voor. Kijk, wauw. Er gebeurt ontzettend veel in het eerste deel meteen. Heb ik al in de indruk. Leuk. Hé, hey, nou ja, hier start het boek met jullie verhaal, met jullie boek. Kunnen jullie even voorstellen? Want het is natuurlijk eigenlijk gek dat we meteen starten met voorlezen. Maar ik vond het wel spannend dat we meteen weten waar het over gaat. Mag ik bij jou beginnen, Wout? Kan je heel kort even voorstellen aan de kijkers? Ja, dat kan ik. Nou, ik ben Wout Brama. Ik heb vanaf mijn 18e bij FC Twente gespeeld. En ben 2 weekjes geleden gestopt met profvoetbal. Dus nu heb ik alle tijd om andere dingen te doen. Ik ga binnenkort op vakantie, maar dat is een ander verhaal. Ik heb een kinderboek gemaakt met Mout Roetgerink, die hier dus naast mij zit. Die moet ik aan deze kant doen. Ja, klopt. En daar zijn we 1,5 jaar geleden mee begonnen. En nu zijn we daar klaar mee. Dus het boek is net uit. Jullie hebben bijna een primeur, want hij is net 2 weekjes uit. En daar hebben we heel veel plezier in, heel veel lol in. We hebben heel veel werk in zitten. En daar zijn we ook heel trots op dat we het gemaakt hebben. Ja. Dat is een beetje wie ik ben. En jouw compaan Mout, kan jij jezelf even voorstellen? Nou, ik ben Mout, dus de Mout van Wouter Mout. Ik ben 30 jaar. Ik heb ook meer dan mijn halve leven voor FC Twente gespeeld. Net zoals Wout. En wij zijn samen onderweg op de route van onze profvoetbalcarrière gestart met een mooi idee wat uiteindelijk dit boek is geworden. En daar zijn we super trots op. En we zijn heel blij dat we vandaag in de uitzending mogen zijn. Ja. Hey, hoe kom je op het idee om als voetballer, want dat is jullie vak, om in één keer een boek te gaan schrijven? Hoe is dat ontstaan? Nou, het is in mijn hoofd in één keer ontstaan. Ik liep hier dan nog geen 5 meter van deze plek de trap af en het kwam in mijn hoofd op. En ik heb het altijd wel leuk gevonden om meer te doen dan alleen maar voetballen. Dat lijkt me interessant, anders wordt het ook een beetje een saai beroep. Dan doe je alleen maar de hele dag voetballen. Dus ik heb Mout gebeld en gevraagd of zij daar ook voor open stond. Want ik vond Wout en Mout heel erg leuk klinken als kinderboek. Nou ja, en zoals Mout net al liet zien, de titel heet ook echt Wout en Mout. Dus we hebben Jij gaat me toch nu niet vertellen dat je alleen op basis van de naam Mout aan Mout hebt gevraagd om samen het boek te gaan maken? Nou, ik kende Mout al wel, maar ik vond Mout en Mout wel zo goed klinken dat het bijna al een kinderboek was, voor mijn gevoel. Dus ja, toen heb ik daar is wel het eerste idee wel ontstaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hoe was dat voor jou, Mout, toen Wout bij jou kwam met dat idee? Ja, dat was wel grappig, want Wout die had het verteld tegen zijn vrouw en ik zit met zijn vrouw in een stichting. En Wout is schijnbaar, hè, dat wist ik toen nog niet, schijnbaar van, wel eens een idee, maar dan blijft dat een tijdje liggen. Maar Paulien, zo heet zijn vrouw, die had binnen 2 dagen mij al op de hoogte gesteld. Toen was ze thuisgekomen en ze tegen Wout gezegd, ja, je komt er niet meer onderuit, want Mout weet er al van, dus je kan haar een berichtje sturen. Binnen een week hadden we eigenlijk onze eerste afspraak. Ja. Ja, het klinkt een beetje als chantage, zoals we dat noemen dan, hè? Ja. Ja, er komen al vragen binnen, dat is leuk. Er komt een vraag van Bas binnen. Dat vind ik een hele goeie. Wat was het moeilijkste moment tijdens het schrijven van jullie boek? Dan mag je even kijken wie daar antwoord op geeft. Want jullie hebben het samen geschreven. Voor mij was het moeilijkste, maar ik denk dat het voor Wout ook is. Kijk, in het begin gaan dingen heel snel. En dan schrijft haar verhaal. Alles is nieuw en er komen heel veel nieuwe stukken binnen, maar op het einde ben je echt aan het op zulke kleine details bezig, heel erg lang, wat zoveel energie kost. Dat was, vond ik wel echt het minst leuke, het laatste stuk. En dan gaat hij naar de drukker en op het moment dat hij dan de fysiek is, dan is het wel weer heel erg leuk. Maar dat je dan, ja, we hebben denk ik die tekst ongeveer 80.000 keer doorgelezen en elke keer vind je iets, moet hij dan wel een komma of niet een komma? Dat was voor ons wel, of in ieder geval voor mij, denk voor Wout ook, dat kostte wel veel energie. Ja, en dat was dan ook het moeilijkste? Of hebben jullie ook keuzes moeten maken samen met, want jullie hebben een schrijfster die namens jullie schrijft, of voor jullie, samen met jullie schrijft, dat noemen ze dan, het is geen ghostwriter, want ze staat wel genoemd als schrijfster.
Maar zijn er ook momenten geweest dat u dacht, moeten we dit stuk er wel of niet inzetten? Of waren dat nog moeilijke onderdelen daarvan? Nou, het verhaal gaat ook een stuk over diversiteit, inclusiviteit en acceptatie van homoseksualiteit in de voetbalwereld. Ja, en dat wil je wel heel goed opschrijven. Dat is in één keer best wel een groot thema. Maar bij wie kwam dat vandaan? Komt dat bij jou vandaan, Wout? Of bij jou, Mout? Dat jullie dat belangrijk vinden dat dat in het boek zit? Bij ons samen. In ons eerste gesprek kwamen we er echt achter dat, dat de voetbalwereld van de mannen er echt anders uitziet dan bij de vrouwen. Dat de weg naar de top om een profvoetbalster of profvoetballer te worden voor mij ook een hele andere route is dan geweest dan voor Mout. Dus dat wilden we eigenlijk in ons eerste gesprek al meteen in het boek verwerken. Daarna kwam een gesprek met de schrijfster en met z'n drieën hebben we eigenlijk bepaald dat er ook een stukje over homoseksualiteit van de mannenvoetbal in verwerkt kan worden. Ja, omdat we dat gewoon belangrijk vinden. We vinden het leuk om een kinderboek te maken, maar het is nog leuker dat het ook nog iets kan bewerkstelligen bij jonge kinderen. Dat zou fijn zijn. Dat is een heel mooi streven wat dat betreft. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. De Dolfijn groep 7-8 die vraagt, waarom begonnen jullie met voetbal? Ja, omdat voetbal gewoon de leukste sport is. Dat is een duidelijk antwoord. Nou. Ja, volledig mee aan. Mijn oudste twee broers die voetbalden ook, dus ik ging eigenlijk altijd al naar het voetbalveld. Dus toen ik denk 3, 4 was, toen mocht ik eigenlijk ook al meteen meedoen. En ik was meteen verkocht. Ik vind voetbal ook het allerleukste wat er is. Maar helaas, ik ben niet stoppen. Ja, nou, heb je moeten stoppen of vond je het genoeg geweest? Ja, een combinatie van beide. Ik was de laatste 2 jaar wel wat meer geblesseerd. Dus dat is ook minder. Daarnaast ben ik nu 36 en word ik deze zomer 37. Ja, je ziet het niet, maar het houdt een keer op natuurlijk. Ja. Er komt ook de vraag binnen van op welke positie jullie speelden. Of nog spelen. En dat is in dit geval meer naar Mout toe natuurlijk. Rechtsback. Ja. En jij, Wout? Ik was rechtshalf. Dus op het middenveld, defensief ingesteld, dat wel, maar middenvelder. Heel goed. Hey, en nog even een bruggetje terugmakend naar wat jullie net zeiden over de inhoud qua diversiteit, het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Is daar überhaupt verschil tussen voetbal voor dames of vrouwen en voor heren? Want de regels zijn overal hetzelfde, toch? Ja, maar de randvoorwaarden zijn zo verschillend. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar waar Wout elke dag traint. Ja. Elke dag traint, dat is al een gigantisch verschil. En dan zit ik eigenlijk nog aan de goede. Nu op dit moment heeft het vrouwenvoetbal natuurlijk zo'n ontwikkeling doorgemaakt dat het gewoon echt beter wordt, met de dag beter wordt. Kijk maar naar de. Maar als we even 10 jaar terugspoelen. Dan is er voor Wout in Wout voetbalwereld niet zo heel veel veranderd. Maar dan, mijn voetbalwereld, dus de vrouwenvoetbalwereld, was 10 jaar geleden echt bijna een amateurwereld. Ja. En hoe komt het dat nu, want als je zegt 10 jaar geleden was echt groot verschil, hoe komt het dat nu wel meer gelijk is? Ik denk doordat de KNVB ook echt erachter is gaan staan. Er zijn grote partners aangehaakt, vooral bij de Oranje Leeuwinnen, partners zoals Albert Heijn en ING. Het EK 2017 van de vrouwen in eigen land heeft toen Nederland Europees kampioen werd. Dat is eigenlijk, als je voetbalkennis in de vrouwenvoetballerij erover spreekt, is dat moment geweest dat we een doorstart hebben gemaakt. Er is veel meer geld bij komen kijken. Daar komt het eigenlijk op neer. We zijn interessanter geworden. Ja, dat is heel goed. Hey, en bij Sporter in de Klas hebben wij altijd halverwege de uitzending. Ik zie dat de tijd echt al vliegt. Altijd even dat we de leerlingen laten staan. En als wij de leerlingen willen laten staan om ze even te laten bewegen, hebben jullie even iets kleins wat ze kunnen doen? Als ze moeten staan? Nou, dan moet even in ieder geval even in beweging komen. Laten we dat zelf ook even doen, hè? Dat lijkt me heel goed. En ik heb daarna nog een leuke vraag voor Mout zo dadelijk. Die armpjeslos natuurlijk, hè? Allemaal in de klas. Kom op. Zet jullie even groot in beeld. Andere kant op, heel goed. Maar we hebben de ruggetje zo, want je hebt natuurlijk lang in die stoel gezeten. Ja, oh goed. Ah. Even oprekkeringen, en aan de andere kant. Even naar achter kijken. Ja, dat kunnen we ook allemaal. Oh, dit is lekker! Ja, en we zijn er in beeld. Heel goed. Ja, dit is mooi. Er komt een hele leuke vraag binnen, Mout, voor iemand die goed de informatie volgt. Pim die vraagt, Mout, ik heb online gezien dat je weggaat bij FC Twente.
kan je ons stiekem al vertellen waar je heen gaat? Nee, dat kan ik nog niet. En het is ook nog niet zeker dat ik mijn voetbalcarrière ga vervolgen. Maar ik heb de tijd genomen om daarover na te denken nu. Dus het kan zijn dat jullie me nog terugzien op de velden. Het kan ook zijn dat dat niet gebeurt. Maar goed dat je op de hoogte bent. Ja. Ja. Wat is daar het belangrijkste voor jou in? Ik bedoel, we hebben best wel vaak met andere sporters ook gesproken van hoe lang kan je doorgaan met voetbal? Hoe lang vind je het nog leuk? Dus sport wordt steeds professioneler. Dan zie je ook dat sporters tot latere leeftijd, op hoger leeftijd kunnen voetballen. Wat is voor jou de belangrijkste bepaling dat je straks zegt van hey, als je de kans krijgt om nog ergens door te gaan, om te zeggen ik doe het wel of ik doe het niet? Dat ik het nog steeds heel erg leuk vind. En dat is gewoon waar. Dus dat weet ik ook. Ja. Ja, ik word 31 van de zomer. Dus ik wil wel een beetje ook gaan kijken naar toekomstperspectief. Dus ik zou naar een andere club gaan, dan zou dat niet alleen zijn om speelster te zijn, maar ook met een lange termijn verhaal. Ik heb mijn trainingspapieren. En dat vind ik ook wel leuk om te doen. Dus misschien iets in de combinatie of eerst spelen en dan vervolgens de technische staf in. Dus het is dat ik het heel leuk vind, maar er moet ook wel een toekomstperspectief zijn. Kijk, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen dat je vooruit gaat kijken. Dat is op zich natuurlijk een hele mooie combinatie, omdat als je dat zo in kan vullen. Voor jou, Wout, jij bent gestopt. Hoe vul jij nu je tijd in? Want je bent kinderboeken schrijver, of jullie hebben een boek, daar gaat van ja, kijk, Wout doet meteen het boek omhoog, maar hoe kijk jij daar vooruit? Want jullie vinden voetbal de leukste sport die er is. Hoe ziet jouw toekomst daarin uit? Nou, ik ben nu 2 weken gestopt en ik kan je vertellen, ik ben elke dag nog echt heel erg druk geweest met interviews voor het boek, om het boek te verkopen, signeersessies in de buurt hier. Dus daar ben ik nu nog heel druk mee geweest. Ik ga maandag op vakantie, maar ik heb nog niet eens tijd gehad om een vakantie te boeken. Dus ik ga ook met mijn familie en mijn gezin. En daarna ga ik denk wel in de voetballerij blijven. Ik vind de voetbalwereld heel erg leuk. Je moet je daar wel een beetje in thuis kunnen voelen en in vrij kunnen bewegen, maar dat lukt mij heel goed. Dus ik denk dat ik richting lange termijn functies binnen de club wel erg leuk zou vinden. Dus technisch manager, technisch directeur uiteindelijk. Maar dat mag nog wel even een paar jaar duren. En is het dan ook bij voorkeur bij FC Twente, omdat daar toch wel de meeste jaren... Nou, die kans is wel groot. Zeker in het begin. Ik heb in Nederland ook nog bij PEC Zwolle en bij FC Utrecht gespeeld. Ja. Best kunnen dat ik daar in de toekomst ook terechtkom bij een andere club. Maar ik denk dat het de eerste stap het handigste en het leukste zou zijn om dat bij FC Twente te doen. Ja, en ik heb nog we mogen 1 boek weggeven. En we hadden nog we hebben een vraag bedacht. En dat is wellicht voor de intimi, die dat misschien beter weten. Maar de vraag is voor de leerlingen of voor de docenten. Als jullie hem goed hebben, kun je het boek opgestuurd krijgen. Van hoeveel jaar hebben Wout en Maud samen bij FC Twente gevoetbald? En dat is wel een spannende. En dat bij elkaar opgeteld. We hebben nooit samen gespeeld, maar bij elkaar opgeteld. Ja, bij elkaar opgeteld. Ja, zo goed. Maar allebei bij FC Twente. In ieder geval het aantal jaren. Ja. Dat is... En ik weet het ongeveer. Dus ik zou zeggen, als je dat weet, gooi het dan ook even in de vragenlijst of in de chatlijst. Want dan kan je dus kans maken op het boek Wout en Maud. En het geheim van de trainer. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Kijk. Ja, want die middenstip, daar begin ik nu toch over na te denken waar die is gebleven. En wat ik me ook nog afvroeg, ik zag net heel mooi de tekening voorbij komen, volgens mij van de dame met de oorbellen, dat liet jij zien, Wout. Maar ik hoorde ook de bulldozer. Is dat ergens een toeval dat hij voorbij komt, dat hij die naam heeft, of is het ook geïnspireerd op een collega voetballer? Ja, hij is niet geïnspireerd op een collega voetballer, dat zou wel kunnen trouwens, maar... Nee, als ik even het plaatje erbij pak, dit is het hele team. Dus dan heb je een ideetje. Kijk, leuk. Dan zit Freddy aan die kant. Kijk, Freddy de bulldozer. Ja, dat is, we lachen. Leuk, dat zijn mooie tekeningen ook. Dat zijn mooie tekeningen, dat is leuk. Ja, nou, de gasten zijn natuurlijk allemaal op het ogenblik ontzettend hard aan het googelen van hoe lang jullie beiden hebben gespeeld. En dan kunnen ze dat gewoon laten weten. Hey, als ze nou jullie boek zouden willen lezen op school, dan heb ik begrepen, dan kunnen ze via woutenmout.nl kunnen ze de boeken bestellen? Ja, daar is het boek sowieso te koop. Ja.
als scholen of organisaties of andere mensen in contact willen komen met ons, kan het ook via het e-mailadres contact@woutermout.nl. contact@woutermout.nl, dat zullen we ook even in de chat laten zetten. We hebben iemand op de achtergrond. Lukt dat ook hoor, daar kun je ook een bericht achterlaten bij ons. Dat is superleuk. Hey, als jullie in het kader ook van jullie boek, als jullie nog wat mee zouden willen geven aan de leerlingen, ik bedoel, jullie boek gaat niet zomaar over diversiteit en dergelijke. Wat zouden de belangrijkste lessen zijn die je mee zou willen geven aan de leerlingen? Dan geef ik het woord eerst even aan Maud en daarna aan Wout. Ja, voetbal is van iedereen, van ons allemaal. Daar heb ik nu voor niets FIFO gekozen als club. Ja. Dus ongeacht op wie je verliefd bent, ongeacht je geloof, ongeacht waar je vandaan komt, je huidskleur. Iedereen is even belangrijk. En wees een beetje lief voor elkaar. Ja, voetbal kan natuurlijk de gemoederen kunnen hoog oplopen. Daar weten Wout en ik alles van. Maar als je van het veld stapt, moet je een beetje lief voor elkaar zijn. En ik denk als iedereen dat doet, dat we een hele veel betere wereld hebben. Dat zijn hele goede woorden. En voor jou, Wout? Daar sluit ik me volledig bij aan. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen plezier kan hebben in de mooiste sport van de wereld. We vinden voetbal allemaal geweldig. En ja, Maud en ik staan daar denk ik voorop. We vinden voetbal is onze passie, zeg maar. Dus ik hoop dat iedereen daar net zoveel van kan genieten als dat wij dat zelf doen. Dus zoals Maud zegt, wie je ook bent, wat je ook doet, welke religie je hebt, welke huiskleur je hebt, het maakt allemaal niet uit. Dat we allemaal kunnen genieten van het mooiste spelletje van de wereld. Lijkt me heel goed om zo af te sluiten. Ondertussen zie ik wat antwoorden binnenkomen. Het e-mailadres staat er ook in. De dolfijn geeft het antwoord 34. Maar volgens mij is dat niet goed. Maar ik zou ook eigenlijk moeten we de antwoorden als je erin hebt, kunnen ze elkaar gaan kopiëren. Maar dat gaat wel goed komen. Laten we gewoon nu even, want de mensen die het gaan terugkijken, die hadden dan live moeten kijken. Kunnen jullie het antwoord geven? Want volgens mij 14 jaar en 16 jaar. Klopt dat? Dus bij elkaar 30 jaar. Ja. Dat is lang. Ja, dat is zeker lang. Dus. Ja, dus dat is... zo oud ben je, kun je nagaan. Heel goed. Hey, mag ik jullie bedanken voor jullie toelichting over het voetbal, over, nou ja, over alles en over jullie boek. En Wout, ik wens jou heel veel succes met sowieso en plezier op jouw vakantie en wat je daarna gaat doen. En Maud, met jou ook de keuze van wat je wel niet gaat doen. Ik hoop dat er iets voorbij komt waarvan jij kan combineren wat je graag wil. Je maatschappelijke toekomst en je sportieve toekomst. Dank jullie wel voor nu. Heel bedankt. Het was gezellig. Heel goed. Tot later. Goedendag. Doei doei. Hoi hoi. Ja, dit was weer een aflevering van Sporter in de Klas. En het was natuurlijk een wat andere aflevering dan anders, omdat het over een boek ging. Maar je ziet, het gaat ook altijd over sport en over de passie voor sport. En dat is belangrijk. En dat geldt in het grote. En sport is om te doen en sport is ook om naar te kijken. En binnenkort start er een groot evenement. En dat grote evenement, dat is de Tour de France. En volgende week op woensdag 27 juni, en dat vind ik superleuk, hebben wij een Tour de France special. En die Tour de France special, ja, daar kun je eigenlijk al je vragen stellen over de Tour de France aan niemand minder dan Stef Clement. Hij doet de commentaar, is voormalig wielrenner. Dus alles wat je wil weten over de Tour de France, van die grote wielerwedstrijd die door Frankrijk gaat, startend op 1 juli. Alles wat je erover wil weten, kan je gaan vragen. Ik kijk er enorm naar uit. En ik hoop jullie volgende week weer in grote getale te zien. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi!